en ook je gezondheid of ongezonde keuzes. Nou, die de omgeving thuis kun je zelf wel doen, maar ook de omgeving op je werk kun je zelf invloed op uitoefenen. Maar ook dan mensen vaak denken. En ja, dat gaat om allemaal eenvoudige dingen. Dat als je een hond neemt en je wandelt door de wijk of dat je een bankje buiten zet, dan kom je vaak. Dit is wel, zeker naarmate mensen ouder zijn, zijn die sociale contacten in zo'n wijk extreem. Nou, er zijn een aantal van die meta-analyses waarbij ze alle studies die er zijn over het gevolg van eenzaamheid voor je sterfterisico hebben bij elkaar genomen. Mm-hmm. En je hebt een 40% hoger sterfterisico als je eenzaam bent, vergeleken met mensen die niet eenzaam zijn. Oké, nou, blijf nieuwsgierig naar het vervolg, het nieuws uit Kopenhagen. Onder andere, hartelijk dank, David van Bodegom, onderzoeker bij de Leiden Academy on Vitality and Aging. En dit was BNR Gezond. Heeft u een vraag? Mail dan naar gezond@bnr.nl of stel uw vraag via Twitter aan BNR Gezond. Volgende week om dezelfde tijd zijn we er weer. En voor meer nieuws en achtergronden over gezondheid gaat u naar bnr.nl/gezond.